Hanne Verbruggen is 8 maanden zwanger van haar eerste kindje en moet op doktersadvies rusten. Ze wordt tijdens de Kom Erbij-shows in Nederland vervangen door Diede van den Heuvel. De K2 zoekt K3-finalisten zal de grens echter niet oversteken. Hoewel Diede het volgens Marten de Pilecine en Julia Bosman erg goed doet, zal ze enkele de shows in Nederland voor haar rekening nemen. Ze zal Hanne enkel in Nederland vervangen, en dus niet bij de grote Sinterklaasshow in het Sportpaleis, vertellen de meisjes van K3 aan HLN. We gaan tijdens ons optreden ook wel assistentie krijgen, want Hanne is hoogzwanger op dat moment. Maar van wie? Dat blijft nog geheim en gaan we pas onthullen tijdens ons optreden zelf. De grote Sinterklaasshow zal dus een hele grote verrassing worden. Thank you.